Zo, dames en heren. Welkom in Leiden. Zorg en zekerheid, de thuisploeg. Eerste thuiswedstrijd van de Dutch Basketball League 2016-17. Joske Kuut gaat de bal opgooien. Fijn dat u weer massaal bij ons bent. Eens kijken of Leiden de favoriete rol, want zo mag je het toch wel noemen, kan waarmaken. En ik zie al wat trouwe kijkers uit Limburg ingelogd op onze stream met nog honderden anderen. En Leiden wint de tip. Dus hiervoor de nieuwe man overgekomen natuurlijk van Zwolle en uitgetikt. Via, ik meen dat Roel Aerts is, de nummer 14 van de basketbalstars uit Weert. Organist heeft er alweer zin in, een Catch Me Right ook. Jumpertje is niet goed. Thomas Koen is meteen aanvallende rebound en een persoonlijke fout gefloten. Worden dat ook twee vrije worpen? Ja, inderdaad. Kans voor Koenis. Man die ook onder andere speelde bij Groningen en Den Helder. Om de eerste punten in een thuiswedstrijd dit seizoen aan te tekenen voor de thuisploeg. En dat lukt nog even niet. Zijn sterkste punt. Nogal een nadrukkelijke vrije worptechniek, onze Thomas. Het is wel goed. Eerste punten dus voor Leiden via Koenis. Ja, ik zag het al even in de chat. Wij kunnen geen commerciële muziek draaien. Willen wij tenminste in de lucht blijven via de firma Google, oftewel YouTube. Dus vandaar andere muziek. Stelt ons ook in staat om nog een heel klein beetje iets te verdienen aan de advertenties. En de steal daarvan, Cashmere Wright gaat die dunken. Oh! Vreselijke dunk daar van Cashmere Wright. 3-0 voor Leiden, dat er geen gras over laat groeien. Ai, 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 wat een bal. Kijken of dat er inside. Nee, weer niet. En heel snel weer snel gespeeld. Dat wordt het kenmerk, is de bedoeling van Leiden. 3 punten voor Wright. In en uit. En Leiden zat daar ook nog bijna bij de rebound. Maar bijna is niet helemaal. Eens kijken of wij die dunk even snel terug kunnen laten zien. Aan u. Gaan we straks even doen. Ik heb hem wel voor u opgenomen natuurlijk. Blijf de wedstrijd volgen. Leiden dus 3-0 na 1 minuut. Inside, mooi running shotje. Akil Eduardo, jonge talent van Weert. Is hij voor en maakt ook weer tempo. Thomas Mohamed Kerazi daar. Nog steeds spelend met zijn masker. De neus die hij brak, de uitwedstrijd die Nederland zo mooi won in Duitsland begin september. U heeft het ongetwijfeld allemaal gevolgd. Het kreeg geen bekroning, helaas. Gewoon een beetje shake and bake. Schotklok is in het aflopen. Drive inside wordt gemist. Weer een persoonlijke fout. Wordt de derde teamfout. En Roel Aerts zal met 2 persoonlijke fouten voor Weert. Dat is natuurlijk niet prettig. En hij is toch een van de mensen die het inside moet doen voor de mannen uit Limburg. Want ja, er wordt al wel gesproken zelfs voor een mogelijke versterking. Maar dat zal nog wel weken of maanden op zich laten wachten. Maar er zou nog een grote man bij kunnen komen in Weert. En ja, zij missen daar natuurlijk de man die afscheid heeft genomen. Kenneth van Kempen en Averink die in het zonnetje werd gezet en in de bloemen werd gezet. U zag dat waarschijnlijk bij het voorstellen. Oudspeler van Zorg en Zekerheid Leiden. Daar kwam hij uiteindelijk toch niet lekker in de rotatie terecht. En hij is zijn geluk gaan zoeken in Limburg. En doet het fantastisch het begin van deze Dutch Basketball League. Eerste 2 wedstrijden, beide keren 22 rebounds. En ook 22 punten.
in elke wedstrijd. En ook goed in de rebounds. Mede doordat hij ook veel speeltijd krijgt. En ja, er zat een dubbele overtime bij. Waar hij maar liefst 43 minuten speelde. En dat was in Leeuwarden. Die wedstrijd werd helaas wel door Weert verloren. Door een enorme inhaalrace van Aris. Voor een einde van de schotklok. Hele moeilijke bal. Ja, Leiden komt er even niet lekker door. Krijgt de bal niet inside. Komt niet echt in zijn place. En na die bliksemstart. 5-2. Terwijl ik zie dat ik in plaats van de score de teamfout in beeld heb gezet. Heel slim. Terwijl Weert inside scoort. Ja, ik ga dat even natuurlijk voor u aanpassen. U snapt dat. Leuk die teamfouten, maar daar gaat het niet alleen maar om. Je kunt wel zien dus dat Weert er al 4 heeft. Ze hebben ook 4 punten. Leiden heeft 5 punten. Oh, dat lijkt er meer op. 7-4 voor zorgen zeker het Leiden. Excuses voor die kleine vergissing. Maar ook voor ons hier op het platform is het de eerste wedstrijd van het seizoen. In de oefenwedstrijden hebben wij één keer uitgezonden vanuit Katwijk. Dat dan weer wel. Leiden nog een beetje zoekende dus. Wat aanvallen waar toch noodschoten gelost moesten worden. Onder andere door Jesse Voorn. Hetzelfde nu aan de kant van Weert. Maar ja, wel een enigszins gelukkige aanvallende rebound. En meteen de 3 punten genomen. Die niet valt voor Averink. Hij speelt met nummer 3. Cashmere Wright is onder andere ook van nummer gewisseld bij Leiden. Hij speelt opeens nu met nummer 1. En daar, mooie score inside van de nummer 11 van Dion Halman. De andere inside speler van Weert. Weert komt bijna langzij. Leiden dus een flitsende start met de Cashmere Wright met een dunk en een 3-punter. 5 punten op die manier. 2 vrije worpen ook. En een hele lekkere doordunk daar van Wright. Die gaan we toch maar eens eventjes klaarzetten voor de replay. Maar ja, uiteindelijk krijg je daar geen punten voor. Hier ziet u even die dunken nog van Cashmere Wright. Kijk eens even. Bang! En zo kwam Leiden dus toen op zijn eerste voorsprong. Of in ieder geval op een 3-0 voorsprong. Vrijworpje erbij voor Koenis. Er gaat gewisseld worden. Goed gevulde hal. Ondanks dat de herfstvakantie is begonnen. Ik zie in de hoeken nog wel wat ruimte. Maar verder ook op de business tribune onder andere uitstekend bezet. Wel eens op de kopse kant kunnen maximaal 3 tribunes staan. Er staan er nu maar 2. En er hangen heel erg veel ballonnen voor mijn neus. Dat is dan weer jammer. Gelukkig hebben we een monitor. Maar het was altijd de bedoeling dat die daar niet werden opgehangen. Maar zoals ik al zei, eerste wedstrijd van het seizoen. Dan gaat dat wel weer opgelost worden. Het publiek nog vrij rustig. Kijk, de kat nog wat uit de bomen. Daar op de low block. Mohamed Kerazi, fadeaway shot. Ja, airball. Ja, zagen hem ook... Helemaal niet zo heel slecht spelen in Rotterdam, maar ook bij zijn vrije worpen veel en veel tekort. En zijn schot is absoluut niet aan het verbeteren. En Weert komt gelijk en verdient ook. Ja, Leiden natuurlijk diverse nieuwe spelers, nieuwe coach. Maar ja, dat gaat aan de kant van Weert ook. Daar was al gefloten, denk ik. Die bal zal niet tellen, wordt daar duidelijk weggewuifd. Wel 2 maal gaat het worden, want Weert zit al in de penalty en dat is al heel erg vroeg. En niet alleen Roel Aerts heeft 2 P's, maar ook zien wij die staan bij de nummer 8. Bij Matthew van Tongeren, de man die ook in de zomer actief was bij het 3x3 basketbal.
Ja, Leiden respecteert de vrije worplijn niet. Blijft te slordig bij de vrije worp. Volgens mij nog geen één speler die 2 op 2 heeft geschoten. Dat verklaart mede waarom Leiden niet voor staat. Misschien nu dan. Ja, bal valt wel goed. 1 puntje voorsprong dus voor de Leidenaars. Ja, ik zie dat we alweer richting de 200 kijkers gaan. Doet ons goed, mensen. Welkom hier. Het is weer de bedoeling om alle thuiswedstrijden van Zorg en Zekerheid Leiden uit te zenden voor u. En het is zelfs binnen de FEP afgesproken dat alle wedstrijden van alle clubs altijd en overal moeten worden gestreamd. Helaas is de realiteit nog niet helemaal zo, maar dat zal ongetwijfeld ook wel weer ingehaald gaan worden met wat technische assistentie zo hier en daar. Ik weet dat men onder andere bij Apollo bij Weert uitstekend bezig is. En Koenis kan zomaar de bal inside krijgen naar die out-of-bound. Bal valt echter niet. En daar moet hij toch meer uithalen, Koenis. Draait afgelopen seizoen eigenlijk verrassend goed. Nieuw bij Leiden. Wat hij tot nu toe laat zien, nog niet zo overtuigend. En bij het Nederlands team kwam hij ook niet aan te passen. Draaide eigenlijk niet mee in de rotatie. Hoewel hij wel bij de selectie zat. Maar daar ging toch de speeltijd naar iemand als Nicolas de Jong. Blokje daar van Koenis. Ja. Netjes. Weert houdt wel de bal. Ja, en Weert stond 10 punten voor afgelopen week thuis. Met de rust tegen het machtige Donau-Lopen daar. Maar kon het uiteindelijk niet vasthouden. En een 26-0 run in de tweede helft zorgde uiteindelijk toch voor een duidelijke overwinning. Alsnog voor de Groningers. Die vandaag spelen in Amsterdam. Ze openen met 3 uitwedstrijden maar liefst. Hebben er al wel 2 gewonnen. Eentje in Den Bosch. Waar ze het van de tweede helft moesten hebben. En ook die tweede helft dus in Weert. Die voldoende was voor uiteindelijk een klinkende overwinning. Schot niet genomen daardoor. Jansen paast af naar Draper. Die weet ook geen raad mee. De bal blijft veel te ver van de basket. Nog steeds. Ja, een airball. Ja, Leiden. Tweede airball van Leiden. Leiden speelt absoluut niet goed. En zo flitsend als het begon met een 13-0 een week geleden in Rotterdam. Tegen Forward Lees. Ja, zo matig is het nu. En we hebben dat helaas vaker gezien. Druk erop bij de thuiswedstrijden. Veel afleidingen. Veel mensen die op de spelers afkomen. Toch eigenlijk onrust. En ook weer de shotklok. Redelijk schot van voor. Nog knap hoe die erin raakt. En met een gelukje houdt Leiden ook de bal. Maar alweer een noodschot. Zal absoluut niet zijn wat Paul van Vaak, die keurig in een colbertje is gekleed. Dit in tegenstelling tot vorige week. Het zal niet zijn wat hij je wil zien. Houdt van snelle balrotatie. Hey, hele goede paas inside daar. Jammer. Hele goede paas van Rogier Jansen. Op Thomas Koenis. Zullen we dan ook maar eens eventjes terug laten zien aan nu. Onze mooie herhalingsmachine. Heel goed gezien. Goed aangeboden. Goed groot gemaakt door Koenis. En een duidelijke P daar. En stevig in foutenlast. Dat dan weer wel. Dat doet Leiden dan wel weer goed. Want ze hebben zelf pas 1 P. Die is voor Kerazi. Wie anders zou je bijna zeggen. En voor Weert dus 2 mensen met 2 P's en 3 mensen met 1 P. Dat is al 7. Ja, dat zijn dingen waarom je ook een break hebt en een voorbereidingsperiode om te werken aan je schot als dat niet zo goed is. En dat zie je dan toch graag het liefste van seizoen tot seizoen verbeteren. Is niet het geval. En helemaal niet de tijd genomen, ook geen rust gekozen. Thomas Koen is daar en verprutst alweer de zoveelste vrijworp voor Leiden. Zo blijft Weert natuurlijk in de wedstrijd hangen. Paasje van Averink. Terug naar buiten gespeeld. Weert speelt aantrekkelijk basketbal. Hele jonge ploeg. Gemiddelde leeftijd een jaar of 20. En wie weet wat daar allemaal nog voor moois kan gebeuren. Nu een routinier zoals Van Kempen. En ook dit was een aanvallende fout. Protesten van het Weertse publiek. Is iemand heel erg boos hier. Slaat heel hard met zijn tijdschrift. Het mooie ZZ tijdschrift. Op de bank. Heel boos. Afscheid dus van clubicoon Kenneth van Kempen. Nam Weert. Hele mooie backdoor. Die dunk gaat mis. En dan uiteindelijk wordt de bal toch nog verzilverd. Wat gebeurde er allemaal? We gaan het in herhaling bekijken. Daar ging namelijk keihard de backdoor genomen. Dunk gemist. Bleef aan de ring hangen en dat werd waarschijnlijk afgefloten. Bal is gewoon voor Weert. En Leiden verprutst de kansen. Kan het niet anders noemen.
publiek blijft dus ook nog stil. Een side paasje en Weert staat voor. 9 tegen 10. Wat gaan we hier voor wedstrijd beleven in de 5 mei al uit 1968. Die toch maar weer een jaartje mee moet door het totale gebrek aan actie op dat punt van voornamelijk de Leidse gemeente en politiek. Daar gaat Jansen, wat wil die? Pasje naar buiten naar Draper, schotje valt niet. Geen rebound, totaal geen rebound, veel te haastige aanval. Kan Weert daarvan profiteren. Oeh, moeilijke bal, maar kwam uiteindelijk toch goed terecht. Balletje valt weer goed. Fans van Weert, ja, time-out, time-out voor Leiden. We zijn zo bij terug. Ja, we zijn terug bij de wedstrijd. Hoognodige time-out van Paul Vervaak, de Belgische coach. Eerste jaar van Zorg en Zekerheid Leiden. Jorgen Jansen krijgt de bal. Nu zoekende, Draper staat helemaal stil, beweegt zich niet. Koenis biedt je goed aan en maakt hem nu af met de bal van Thomas Koenis. Moet gezegd worden. Goed inside gespeeld en had misschien een P kunnen zijn, maar op zich ook wel een terechte no-call. Ja. Scores inside voor Weert lukken ook gewoon nog steeds. Dion Halman daar met scoren. En hij heeft al 8 punten. Mag Leiden zich aanrekenen, zou je zeggen. Halman die goed profiteert in zekere zin van de afwezigheid. Terwijl Koenis weer scoort. Ja, het is een inside game tot nu toe. De schoten vallen nog niet. Behalve de ene driepunter die wij helemaal in het begin zagen van Cashmere Wright. Schotje van buiten. Te lang. Floris de Steeg is er ingekomen. Pakt de rebound en geeft hem af aan de point guard Jansen. Mooie bal van voren. Heerlijke bal. Ja, dat kan niet. En daarvoor is hij ook gehaald. En krijgen wij dan nu een time-out meteen aan de andere kant. Eens kijken. Nee. Dus een gewone wissel. Ja, gevonden. Ik zocht even. Ik wist wel dat er een Servische coach actief nu is in, bij Weert, bij de Basketballstars. Zijn naam is Radenko Varagic. Hij is de hoofdcoach en assistentcoaches zijn in ieder geval volgens de website Hielke van der Zweep, die wij ook kennen van de nationale jeugdteams. En Koen van Gerwen. Maar hoofdcoach is Radenko Varagic. Weer dus met de bal kans om weer de voorsprong te pakken als ze gaan scoren. Averink weer inside. Ja, op zich geen slechte keuze, maar dit was een hele moeilijke bal. Maar inside, daar gebeurde het op zich. Dat paasje komt net aan bij voren en wordt dan weggetikt. En oh, hij laat hem zelf uit zijn handen schieten. Hij beweert natuurlijk dat dat helemaal niet waar is.
legt dat uit aan Joske Kuut. Maar die is daar niet van onder de indruk. Laatste halve minuut van eerste kwart. Waarin de ploegen dus nog wat moeten zoeken. Geen eens een hele lage score. Maar oh, bijna weer een start. Ja, dat zal Leiden denk ik toch gaan scouten straks in de break van 2 minuten. Hoe je die passes en ook die acties eruit kan halen. Want veel te makkelijk zo diep de bal gekregen. En dan mag Leiden van geluk spreken dat hij niet wordt afgemaakt. En precies nou, op een paar tienden na lopen de schotklok en de wedstrijdklok gelijk. Dus er wordt in principe de laatste aanval van het kwart. Schotje wordt dat van Draper, valt niet goed. En in de rebound lukt dit ook even niet voor Versteeg. Wij gaan 2 minuten rusten hier in Leiden. Leiden leidt met 1 punt. De organist is begonnen aan het tweede kwart en de spelers ook. Leiden 1 puntje voor, zal nog absoluut niet tevreden zijn over het vertoonde spel. En dus een hele knappe lay-up. Volweert, helemaal niks op af te dingen. Van Akil Eduardo. Kashmir Wright. Man die zo goed begon, nu zag dat in de replays die wij in de break lieten zien. Maar daarna zakte Leiden toch vrij ver weg. Mooi high-low game tussen de twee grote mannen, Kierazi en Kunis. Dat is uitstekend. Daar hebben wij helemaal niks op aan te merken. Maar het is de scores uitwisselen tot nu toe. En Leiden zal toch stops moeten gaan maken. Wil het, zoals men verwacht, terecht of niet, bij de punt of 20 gaan winnen. Oh, hele mooie voetenwerk daar. Aanvallend voetenwerk, dat bestaat ook. Zeer belangrijk, maar balletje viel net niet. En in de aanvallende rebound uitgetikt. Door Roel Aerts, nummer 14. De forward center van 205 centimeter. Dan zien wij Wright. Mooi pasen. Oh, heel goed de start gegaan. Ja, ja, ja. Mooie bal van Floris Versteeg. Maar goede voorbereiding is het halve werk. Hele mooie assist van Kashmir. Die al een half jaar dus bij Leiden zat. Afgelopen seizoen. Niet helemaal in shape toen bij de ploeg kwam. Maar nu is dat anders natuurlijk. Nu heeft hij gewoon een vol jaar. En dat is sowieso prettiger werken. Ook voor het team, voor de coachingstaf en voor hemzelf. Doet me opeens denken aan bijvoorbeeld Nick Oudendag die nu bij Zwolle zit. Die naar een van de profkampen is geweest in Amerika. Daar betaal je een behoorlijk bedrag voor als speler. Maar daar kun je je laten bijscholen in de zomer om aan je wedstrijd of aan je game te werken, aan je spel te werken. Dat is onder andere wat Nick Oudendag heeft gedaan.
Ik ken hem natuurlijk uit de Nederlandse competitie, vooral van Matrix Magics. En ook van 2 jaar geleden toen hij een hele belangrijke rol speelde om het Nederlands basketbalteam naar de Eurobasket te loodsen. Eurobasket van een jaar geleden. Lijkt alweer zo lang weg. Maar toen zaten we in Zagreb. De hele dag in de hal een naar de andere wedstrijd te kijken. Hele mooie paas daar neergelegd. Maar even wat tijd nodig. Maar dat is helemaal niet erg. Voor Kerazi om die bal alsnog te maken. Dat was het voorbereidende werken van Jesse Voren. Leiden begint een kloofje nu te graven van 5 punten. Meteen een runnetje dus hier aan het begin van het tweede kwart. En bijna weer een steal of helemaal een steal. Ja, dat is helemaal een steal. Snel doorgepaast, beetje lastig aangekomen. Dus eventjes verstegen weer terug naar Jansen. Right, oh ja, die zet eventjes... die bal valt ook nog. Ja. Hele mooie bal daar van Kashmir Wright. En daar is een timeout voor BS Weert. Zijn we zo bij u terug. Ja, inbounds voor PSV dat een time-out nodig had, omdat het opeens van een puntje of 1 achter nu op 7 punten achterstand staat. Het scoort niet meer en weet ook geen stops meer te maken tegen Leiden, waar een aantal goede teamaanvallen eindelijk eens keren te zien waren. En nu steal. Ja, wat naïef inside gespeeld. Meestal moet je dat eventjes met een omweggetje doen en kijken of Verstegen in stelling wordt gebracht die zo goed speelde in Rotterdam. Bijna niet kon missen, aanvallende fout. Dat Koenis, wie gaat hem krijgen? Ja, inderdaad. Ik dacht het al een beetje aan de lichaamstaal van Koenis te zien dat hij daar even van baalde. Het is zijn tweede P en ja, speler die nogal eens in foutenlast komt. Nou is dat voor een grote man niet echt direct een schande, maar ja, ik blijf het altijd heel jammer vinden als spelers die op zich aanvallend ook niet per se super essentieel zijn, zoals Kerazi en Koenis dan in diezelfde aanval pees oplopen. Beert kan dus overnemen. Averink zien we onder andere. Daar gaat een hele mooie bal daar. Oh, jammer. Ja, had wel een beloningje verdiend daar van Matthew van Tongeren, nummer 8. Maar uiteindelijk wel beloond. Was een P van de nummer 13 van Leiden, Floris Versteeg, die je blijkbaar niet erg vindt om... niet met bepaald een geluksgetal op het shirt rond te lopen. U weet het, de wielrenners die draaien hun nummer dan ondersteboven. Maar ja, dat kan als het met speltjes op je shirt zit. Morgen weer het WK, mensen. Ga even kijken naar dat mooie wielrennen. Kashmir Wright daar met de bal. Rogier Jansen, give and go'tje. En de bal valt niet. Leiden nog niet zo heel veel succes. We zagen het poosje terug wel weer dat Jesse Voren er ook een driepunter in gooide. Oh, ja, leuk onderdoor gegaan. Dat was Averink, maar niet afgewerkt. Hij had zich waarschijnlijk iets anders voorgesteld tot nu toe van zijn
weer zien met Leiden. Oh, nou loopage geprobeerd. Uiteindelijk wel gelukt daar, maar niet echt veel mee kunnen doen door Halman. Even spieken daar bij Averink in de scouting. Ja, staat wel op 4 rebounds en 5 assists, maar nog geen punten voor Kasper. Aanvallende rebound voor Leiden. Kerazi doorgepaast naar Draper en het schot. Valt niet, ja, dat lijkt iets te zijn, zo'n afstandsschot wat Leiden nodig zou hebben om het publiek weer achter zich te krijgen. Wat nog niet echt helemaal het geval is. Eigenlijk is het gewoon toch wat rustig. Niet zozeer qua aantallen mensen, maar het volume. En daar gaat Averink, die bal zou er op zich in mogen. Nee, sterker nog, bovenkant van de bord of de schotklok geraakt. En dat betekent dat de bal dan uit is. Mascotte T die een rondje maakt op de tribune. Een paar jeugdige fans achter zich aan weet. Leiden met de kans om de voorsprong boven de 9 of 10 punten te tillen. Pas naar buiten. Ja, lange 2-punter. Heel slecht schot. Ja. Ja, slechtste schot wat je kan nemen. De lange 2-punter. En dat is voor Kerazi ook gewoon te ver. Veel te kort geschoten. Zijn schot moet echt veel beter. Ja, netjes. Heel goed positie weer gekozen. We zien hem dat vaker doen. Roel Aerts. Randje van de bucket. En dan gewoon meteen via het bord. Tim Duncan style afgewerkt. En Weert blijft in de wedstrijd hangen. Moesten een time-out nemen omdat ze 7 punten achter stonden. En dat is het nu nog steeds. Dus ze weten dat te stabiliseren. Maar het is nog 5 minuten. Dan gaan wij pas rusten. Ja, dubbel dribbel denk ik. Ja, geen sterke wedstrijd van Kerazi. Kan misschien bepaalde dingen nog wel op dat masker gooien. Hoewel hij daar toch al weken mee speelt. Maar ja, fijn zal het niet zijn. Maar misschien dat hij wel een klein beetje gewend is inmiddels. Ja, Kobe Bryant, de man die gestopt is in de NBA, heeft ook wel eens een dergelijk masker gedragen. En die dacht, weet je wat, ik ga het veilen voor een goed doel. Biedingen begonnen volgens mij bij €23.000, $25.000. Misschien een ideetje voor Kerazi. Even daar een menselijke kluwe. Met onder andere Rogier Jansen en Daan Rozemuller. Jesse voor in het veld in. Man met denk ik toch wel het mooiste kapsel, het meest creatieve, het meest originele scalp van de hele Dutch Basketball League, Jesse Voren. Kijk ook even naar het nieuwe kapsel van JaVale McGee bij de Golden State Warriors tegenwoordig. Ook opmerkelijk. En daar gaat de Kashmir Wright. Shake en bake. Komt de man nog even niet voorbij. Was ook niet direct de bedoeling voor. En wat gaat hij proberen? Is wat meer een schutter. Je kan hem wel vergelijken met Rudy de Jong. Omdat hij soort van de vervanger is. Terwijl dit een veel betere bal is van Kerazi dan wat hij eerder liet zien. Maar voor en meer een schutter dan de Jong. En minder een slasher. Minder iemand die echt inside drive en dunkt. Ik kan me niet echt dunks herinneren van Jesse. Hij zal ze vast wel gemaakt hebben, want hij kan het ongetwijfeld. Maar toch, ja, meer een schutter. Maar ook wel iemand die zijn eigen schot kan creëren. En gewoon ook echt range heeft van ruim buiten de driepuntslijn gevaarlijk is. Hoewel Wordy de Jong dat ook wel aan zijn spel heeft toegevoegd de laatste 1 of 2 jaar. Dat ook liet zien bij het Nederlands team. Ja, gestript daar. Dat was een drive van Eduardo die niet lukte. Gaat Kerazi daardoor zelf. Ja, doet dat netjes. Doet dat netjes. Ja, goed de fout uitgelokt. Helaas even geen scoren, maar helemaal geen slechte bal. Je kunt hier zien hoe het allemaal tot stand kwam. Even faken naar de ene kant, doorgaan naar de andere kant. En dan zou je wel graag zien dat de speler hem ook nog wel even erin legt. Maar prima. Een fout geforceerd. Terwijl wij bij Weert zien. En dit is dus de derde P inderdaad van Matthew van Tongeren al. De nummer... Zie ik dat goed? Ja, de nummer 8. Ja, absoluut niet op schot, Kerazi.
Laten we de schuld maar aan het masker geven in het begin. Zette hij het nog af? Dat zie ik hem nu niet meer doen bij het Nederlands team. Deed hij dat in het begin bij vrijworpen. Toen gingen ze er geloof ik wel in trouwens. Was in die overtime wedstrijd, die mooie wedstrijd hier in Leiden tegen Denemarken. Casimir Wright met de rebound met enige moeite. Draper nog nauwelijks in het stuk voorgekomen. Eens kijken hoe hij zich gaat laten zien in de aanval. Of niet. Niet echt in de play betrokken. Misschien ook even niet nodig. Hoofd naar beneden. Zoekt zijn teamgenoten ook niet op. Nu pas dan wel. Hoofd naar beneden. Ja, lichaamstaal nog niet overtuigend bij Davian Draper. Maar goed, hij moet toch in het team groeien. Maar goed, je gaat dan ook wel terugdenken aan mannen van afgelopen jaar. Zoals Daron Scott en Eric Stutz. Die totaal niet uit de verf kwamen en ook het team moesten verlaten. Hopelijk dat Draper wat beter op stoom komt. Zo in de komende wedstrijden. En over een week is hier al de El Clasico van de Dutch Basketball League. Leiden tegen Den Bosch aanstaande zaterdag. U kunt een kaartje kopen via zzleiden.nl. Averink is aan het opbouwen, goed verdedigd. Leiden zal dat ook gescout hebben, dat hij zo goed aan zijn seizoen is begonnen, Averink. Dat hij extra zwaar verdedigd moet worden. Roel Aerts buiten de driepuntslijn gaat Averink het nog een keer proberen. Zeker, zeker. Nee, valt weer niet. Net even wat te ver, net even ook een beetje getwijfeld. Krijgt nog geen punt op het bord, Kasper. Echt een man uit de Leidse jeugdopleiding, heeft hier vele jaren gespeeld. Schotje van Draper. Ja, net de bal. Helemaal niet zo'n makkelijk schot. Ja, hij haalt de bal nogal laag weg voordat hij hem dan gaat schieten. Beetje vanaf kniehoogte. Net een score inside daar van Roel Aerts is dat, meen ik. Maar Leiden toch wel met een redelijke kloof. Nu 12 punten. En dat is inderdaad Roel Aerts. Wordt nu bevestigd door Martin Hoijmans, onze speaker. Inmiddels ook Jan Driessen in het veld. Rens Butter is geblesseerd. Verder hebben we ook nog jeugdspelers zoals Sien Willems, Kelvin Paulina en Lerato Biekman in het Leidse assortiment. En Marijn Ververs, gekraakte paas, blijft bij Weert. Naar de hoek gepaast, gefloten ondertussen. Gebeurde wat onder de basket, denk een duwfout daarvan. Was het Driessen. Ja, man die nogal eens een behoorlijke pace weet te maken, Jan Driessen. Ook in dit geval. Ja, Leiden dus een plus 11 in dit kwart, plus 1 in het eerste kwart. En geeft toch wel aan dat ze dus de verdediging aardig dicht weten te houden. Maar Weert ook niet heel erg gelukkig. Een aantal spelers geblesseerd. Ik zal ze even voor u opnoemen. Mensen die in ieder geval niet op het sheet terecht zijn gekomen is de nummer 0. Joost de Padberg, dat hadden we kunnen weten. Ook nummer 4, Roel van Overbeek. En de nummer 9, Jeroen van Vught. Niet inzetbaar. Schotje voor Weert valt niet. Van Rens van Ravenstein. Maar Weert houdt de bal. Alle ruimte daar. Alle ruimte voor het schot. Ja, heerlijk. Dat is natuurlijk heerlijk voor Schutter. Die kon echt eerst drie keer naar huis bellen. Zou onze grote held Mart Smeets zeggen. En een balletje valt dus voor Eduardo. Die lekker aan het scoren is vandaag. We zullen in de halftime proberen de statistieken met u door te nemen. En klik anders even op de button Live Stats op de homepage van zzleiden.nl. Ja, laatste minuut alweer voor de rust. Kijken of de score wat draaglijker gemaakt kan worden door de basketbalstars. Voorlopig niet. Plus 10. Pardon, plus 10 voor Leiden. Wordt dat plus 13? Nee. Nou, dit zou de ene laatste aanvallen moeten zijn voor Weert. Als er geen steals of snelle schoten komen. Leupje goed in de fout getrokken daar door Rens van Ravenstein, de nummer 6. Ja, en het valt te hopen dat die jonge ploeg van Weert ook af en toe is beloond gaat worden. Mooie
wedstrijden laten zien al tegen Leeuwarden en tegen Donar. Maar nog wel zonder punten in het klassement. Ja. Komt daar een time-out? Ja, inderdaad. Time-out op de vloer. Zijn zo bij u terug. De 35 seconden van deze basketbal eerste helft. 5 mijl leider zorg en zekerheid tegen BS Weert met Roger Jansen die het spel verdeelt en zal proberen uit te voeren wat er in de timeout is besproken. Jan Driessen voor het schot, is dat een optie uit de timeout? Lijkt me in principe niet, maar goed, bal valt niet. En nog zat tijd daar. Kasper Averink gaat ook even die tijd nemen voor Weert om aan de score te werken. Eens kijken of dat zij die 8 punten nog verder naar beneden kunnen brengen. Die achterstand wordt meegeteld vanaf de bank. Bal valt niet. En dan zijn wij over een kwartiertje weer bij u terug.
even bijpraten over wat statistieken hier uit de eerste helft. Over 2 minuten gaat de wedstrijd verder hier in de 5 meihal. Hier voor u op het platform, daar zijn we. Pak even wat cijfertjes erbij. Links staat ook op de knop Livestats via zzleiden.nl. Leiden leidt met 8. We zien Cashmere Ride met 9 punten, 2 assists. Roger Jansen nog niet gescoord, wel 2 assists. Devin Draper redelijk onopvallend, 5 punten, wel 4 rebounds. Ligt er maar de goed, dat rebound. Mohamed Karazi, 6 punten, 2 rebounds en een assist. Floris is tegen, 2 punten, 2 rebounds, een assist. Koen is 6 punten, 4 rebounds en een assist. En aan de kant van weer toch opvallend 8 rebounds al voor Averink, maar nog geen punten. En ook al 6 assists voor Kasper. Rens van Ravenstein 4 punten. Een reboundje voor meneer Schild. Matthew van Tongeren 2 punten, 3 rebounds. Akil Eduardo bevalt me wel deze wedstrijd. 6 punten, 4 rebounds en een assist. Ook Halman, Dion Halman. Halman speelt goed. 8 punten, 4 rebounds. En tenslotte 4 punten voor het jonge talent Roel Aerts. Dat zijn zo wat cijfers als wij op 40 seconden na begonnen zijn aan het derde kwart. Schotpercentages, matig aan beide kanten. Leiden net geen 39, Weert net geen 37. Leiden slechts 7 op 14 vrije worpen. En Weert wint de rebound met plus 2, dat is opvallend. Maar verliest de turnovers met maar liefst 4 tegen 12. En dat komt de 8 steals van Leiden. Ook iets meer pace gemaakt door Weert. 10 stuks, 7 door de Leidenaars. Ik stuur u weer even terug naar de speelvloer. Daar gaan we. Joske Kuut neemt haar positie al in bij de zijlijn. Waar wij dus straks die tweede helft gaan beginnen. Lekker druk hier in Leiden. Warm ook als altijd hier bovenin. Je zag het aan mijn rode kop. Ja, het airco is ook uit 1968 hier in Leiden. Zal er ooit nog eens wat nieuws gebouwd gaan worden, waar dan ook. Misschien wel op deze plek. Ik durf er niet zomaar van uit te gaan. Het is erg stil op dat vlak. Maar we zijn weer begonnen. Cashmere Wright fungeert als floorleader voor zorg en zekerheid. En Jesse Voorn, de wingman. En alle andere wingman is deze Draper die voor zijn schot gaat. Ja, gooi hem er dan in, zou ik zeggen. Het is redelijk gecreëerd, maar ook een vrij lastig schot. Geen rebound. Ja. Wat meer dreiging naar de ring toe, zou ik dan zeggen, in plaats van half naar de ring te gaan en dan toch weer je terug te trekken. Kijk, doe het dan zo. En dan heb je nog kans op een P of een aanval en rebound, zoals Weert laat zien. En dat wordt allemaal getoond door zeer jonge kerels die keihard trainen. Uitstekend worden opgeleid daar in Limburg. En deze bal die glijdt er gewoon terecht en netjes in. Akil Eduardo, zou zeggen, clubs. Ik wens natuurlijk niet dat hij zomaar uit Weert zou vertrekken. Maar clubs met ambitie, clubs met geld. Hou deze man in de gaten. Kerazi daar op de low block. Zou ook wat meer mogen laten zien. De captain van Leiden. Wacht dan eerst heel erg lang. Shotclock nog maar op 4. Nou moet je wat. Nou ja, Koenis, dat is op zich wel zijn schotje. Er is weer van alles gebeurd daar. En dan is het toch weer met Kerazi, neem ik aan. Aanvallende fout. Dat blijft mij storen toch in zijn spel. Los van de vrije worpen en jump shots. Is... De aanvallende fouten die echt uit het spel moeten. Leiden dus nog maar 6 punten voor. Het waren er 8 bij de rust. Staat er 2-0 achter Leiden in dit derde kwart. En dat wordt 4-0. Uitstekend gespeeld. En zeer, zeer matige defense van Leiden. Het publiek heeft er nog geen moment achter gestaan. Het publiek is zelfs nog ineens in de buurt gekomen van 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ga staan als je voor Leiden bent. En dat zou je toch wel mogen verwachten in zo'n eerste thuiswedstrijd. Maar... Het is het Weerter publiek dat zich laat horen. Schotje van Kerazi. Dat is niet wat je nu nodig hebt. Maar wel een aanvallende rebound voor Leiden. En dan is dit de man die wat moet laten zien. Het is Draper. Ja, dan weer zo'n half schot. Het is geen lay-up. Het is geen schot. Het is van allebei niks. En Leiden met een gelukje. Houdt de bal of niet? Ja, dat zat er al een tijdje in te komen. Koppeltje naar beneden bij Draper. En lichaamstaal, jongen. Je zal toch echt jezelf zover van huis er doorheen moeten slepen hier in het verre Europa. Om echt dingen te gaan doen de komende weken. Om je onmisbaar te maken binnen zo'n ploeg. En dan kan ook iemand als Cashmere Wright je denk ik ook wel wat in begeleiden en opleiden. Uitleggen hoe dat allemaal moet. En ik zie zo wel weer een timeout van Leiden aankomen. Want het eerste score van Averink. Een 6-0 voor Weert. Ze staan alweer bijna gelijk. Een uitstekend begin van het derde kwart.
Leiden laat zich volledig de kaas van het brood eten. Komt niet goed uit de kleedkamer en zit eigenlijk gewoon helemaal niet goed in de wedstrijd. Geen speler die zich echt onderscheidt. Oeh, bijna weer een steal. Kerasi staat er helemaal in stillende aanval. Komt er nu wel naar binnen toe. Voor een veel te kort schot. Ja, had hij nog durft te schieten. En ja, dit is dan wel wat je nodig hebt natuurlijk. Afgevallen bal. En dan iemand laten schieten die dat wel kan. Cashmere Wright in dit geval. En zoals hij dat ook in het begin van de eerste helft doet, doet hij dat nu ook aan het begin van de tweede met een driepunter. Ja. License to shoot daar wel voor Averink bij Weert. Maar zijn schoten vallen nog niet zo erg. Maar vertelde het eventjes net in de rust. Ja. Ga dan helemaal naar de ring toe bij Mohammed. En niet zo van de ring weg. Ja, zwevend eigenlijk, glijdend. Dan krijg je geen P, je krijgt geen score. En je hebt ook je eigen aanval en rebound niet. Nou was er wel een teamgenoot die dat deed. Maar het is opvallend dat Leiden out-rebounded werd in de eerste helft. En ja, Rotterdam liet het wel heel makkelijk lopen. De coach zei het ook al vorige week na de wedstrijd. Ja, ik miste LeSjord Anderson. Ik had er niet zoveel geloof in. Ik heb die wedstrijd een beetje weggegeven. Ja, Weert komt gewoon om te winnen. En heeft twee uitstekende wedstrijden al gespeeld natuurlijk. Leiden alleen tegen het die avond zeer zwakke Rotterdam. Schotje daar van Koenis. Ja, niet aan hem besteed. Hele avond al niet. Leiden nu onder de 50% vrije worpen. Ja, die bal is wel goed. En dat was blijkbaar dus een onsportieve fout. Want Leiden houdt ook het balbezit. Dat is natuurlijk wel weer lekker. En ze staan nog wel gewoon 6 punten voor. Zouden deze wedstrijd natuurlijk never nooit niet mogen verliezen. Maar het zwingt nog niet. En ja, het zwingde vorig seizoen ook toch te weinig natuurlijk. Lastig seizoen. Moeilijke klik 2 jaar lang met Eddie Kasteels. En ja, wordt gezegd dat voor vaak toch wat andere stijl brengt. Andere sfeer. Hele mooie paas. Prachtig gedaan. Stond daar helemaal vrij. Een totale verdedigende breakdown. Ik weet niet wie zijn man dat is of was. Maar ja. Als het voetbal was geweest, had je gezegd hij staat 3 meter buiten spel. Bloedneus op de vloer. Bij Koenis. Die gaat inderdaad naar de bank. Wordt snel even gewisseld. Ja, en dan is het voor Leiden natuurlijk wat lastiger. Versteeg komt er nu in. Maar ja, dat wordt natuurlijk gezegd. Leiden zou nog een grote man missen. Enige echte center is Koenis. Kerasi die dan ook wel groot kan en moet spelen. Maar ja, er wordt gehoopt door bepaalde fans dat er dan zo rond de kerst een mannetje bij komt bij Leiden. En dat zou dan een grote jongen moeten zijn. Maar we weten hoe schaars die zijn. Zeker in de betaalbare categorie. Hij zit inmiddels boven de 200 kijkers. Doet ons goed, mensen. Blijft de Dutch Basketball League volgen. Veel streams van allerlei wedstrijden. En omdat wij op YouTube zijn, zijn we ook altijd en op alle apparaten terug te kijken. En dan nog even over de commerciële muziek. Dat wordt je soms niet fataal tijdens de wedstrijd. Maar de volgende dag is je stream onverbiddelijk geblokkeerd. En kan die dus niet worden teruggekeken. En daarom doen wij het op deze manier met onze gratis pingeltjes. Of in ieder geval rechte vrije pingeltjes. Daar wordt gedrived. Uitstekend. Ja, te laat opgevangen door Eduardo die het niet kan geloven. Maar dat lijkt me terecht cool. Ja, worden het dan uiteindelijk de fouten die weer te gaan opbreken? Heel snel dus al 3 voor Aarts. En ook 3 zijn er voor Van Tongeren. Maar verder stabiliseert dat wel redelijk. En bij Leiden zijn het 3 P's voor Kerasi. Schotje van, ja, heel slecht schot is dat. Want het is een verre 2-punter en hij gaat ook mis. Ja, ook hij had daar in de zomer meer aan moeten en kunnen werken en meer rendement uit moeten halen, deze Jan Driessen. Het zijn toch de manieren waarop hij aan zijn punten zal moeten komen. Ja, goede rebound daar, dat die kan hij zeker, ondanks dat hij de grootste niet is, Davian Draper. De man van Florida International, te snel geschoten daar, ook geen rebound. Nee, Leiden komt absoluut niet in de flow, Weert kan gewoon weer bijna gelijk komen. Heeft gewoon dit kwart in handen. En dan zou je normaal gesproken verwachten dat Leiden dan in het 4e kwart gaat gas geven. Omdat je dan ja, toch een iets bredere bank hebt. Alhoewel dat niet het allersterkste punt is van de Leidenaars. Maar zolang de afstandsschoten niet gaan vallen bij dit basketbalstars Weert. Spelen zij Leiden toch wel in de kaart. Ja, mooie individuele actie wel van Cashmere Wright. Dan maar zo, zal die denken. Ja, er moet toch wat gebeuren. Netjes gedaan.
Mooie individuele actie was dat. Zullen we straks nog wel even voor u terughalen. Als er even een rustig moment is hier in de 5 mei-hal. Stiel voor Leiden. Cash Wright met de bal. Gaat hij dan Leiden over het dode punt heen helpen of deze Draper? Bal valt. Bal valt. Wat gelukkig misschien, maar ook ja, redelijke actie. Even een beetje opgepost. En halverwege dit kwart toch weer dezelfde voorsprong als bij de rust voor Leiden. Namelijk 8 punten. Ja, u had het ongetwijfeld al lang ontdekt, maar de laatste twee rode cijfertjes waar nu een 1 en een 3 staan. Dat is natuurlijk de schotklok die wij voor u in beeld brengen. Die was dus halverwege. Voor Weert gaan ze schieten. Nee, kiest voor de drive. Uitstekende bal, maar ook moeilijk. En daar is het gewoon een rebound. Ja, daar is Weert dus de hele wedstrijd al sterk. En een score. We gaan er meteen eventjes met u terugkijken. Uitstekende rebound. And one, daar is die. Prima bal daar van de nummer 11. Weer onze vriend Halman. Die al in de dubbele cijfers zat. Zit dus nu op 12 punten. Kijken of dat hij 13 maakt. Lucky 13 voor Dion. Ja, ja, speelt een lekkere wedstrijd. En dan zeggen ze altijd met alle respect. Maar ja, het feit dat inside mensen van de tegenstander zo kunnen scoren. Zegt ook iets over de kwetsbaarheid inside van Leiden. Want het is echt de punten van Weert. Die 35 komen allemaal van binnen. Ja, schot van Driessen. Kijk, nu neemt hij dan in ieder geval. Volgens mij stond hij dan toch op de lijn. Ja, blijkbaar stond hij op de lijn. Maar nu schiet hij hem er wel netjes in. Maar ik zou zeggen, even iets meer awareness nog. En ga achter die driepuntslijn staan. Maar prima schot. Averink gaat inside. Eurostep-achtige dribbelactie. DJ gooit lekker de beuk erin. Kick-out. Moeilijke bal. Wel goed, goed hersteld. Rebound voor Draper en toch niet gecontroleerd. Bal is voor Weert. Ja, ja, lekkere beat van onze huis-dj's van Supersound Leiden. We hebben een sponsorcontract gelukkig met weer een jaar verlengd. Zorgen voor allerlei hardware hier in de zaal. LED-boardingen, LED-schermen. Hele grote boxen. 4 minuutjes nog in het derde kwart. De Kreuners, ja, dat zal Paul van Vaak ook wel kennen, denk ik, deze Vlaamse band. Ja, Verstegen speelde een koninklijke wedstrijd met volgens mij 4 of 4 3 punters in Rotterdam. Vandaag nog iets minder zichtbaar, maar op zich ook wel nuttig. Wat aardige dingen al gedaan. Schotje daar van voren, veel te kort. Ja, kan zijn stempel ook nog niet echt drukken. Ja, veel vechtlust bij Weert. Weinig domme fout eigenlijk. Ook op een gegeven moment wat passes die te snel inside gingen en die toen werden gestolen. Maar verder redelijk zuinig op de bal. Ze hadden bij de rust dan helaas wel 12 turnovers en slechts 4. En dat is heel netjes voor Leiden. Dan zou je afsluiten op, ja, gemiddeld genomen als je dat doortrekt, 4 plus 4 is 8. Onder de 10, onder de 12 turnovers. En dat is gewoon heel erg netjes als Leiden dat vol zou kunnen houden. Oh, moeite met de bal innemen. Uiteindelijk toch gelukt. Nog 15 seconden op de schotklok. Uitstekende bal daar van Daan Rozemuller. En dat kun je weten, Leiden. Daar kun je op, pardon, Van Ravenstein natuurlijk. Daar kun je op scouten. Rozemuller kan het ook. Maar Van Ravenstein, wij kennen hem ook met die specialiteit. En ja, toch weer 4 punten. Dat betekent dus dat Weert gewoon dit kwart aan het winnen is nog steeds. Draper schiet nog maar eens mis. Ja, schoot samen met Yassi Voorn 4 op 18 in Rotterdam. Dus even kijken wat hij vandaag schiet. Even wat goochelen op een van de andere computers. De boxscore. Zien we onze vriend Draper met een 3 op 9 prestatie met een kleine P voorlopig. Het zijn al 3 vrije worpen van voren. Wat is de call daar? Ja, inderdaad. 3 maal maar liefst. Voor Jesse Voren. Ja, als je een 3 punten probeert, dan is dat uiteraard ook 3 vrije worpen waard. Ik geloof dat dat trouwens niet altijd zo geweest is in het verleden. Ja, dat brengt Leiden nog steeds niet boven of ruim boven die 50% vrije worpen. Zelfs een goede schutter als Jesse Voorn mist wel eens en deelt wat dat betreft toch ook wel een beetje in de malaise van Leiden.
in een te stille, maar wel lekker goed gevulde 5 mei hal. En hier is toch de hal waar je het thuisvoordeel moet halen. Zorg en zekerheid zijnde. Beetje aan klantbinding doen. Er is geen Europa Cup dit jaar in Leiden. Dus je moet er toch echt in de Dutch Basketball League krediet opbouwen bij de supporters. 2-3 voor voren. Leiden op plus 6. Kijken wat Holman gaat doen. Wordt gestolen daar. Ja, goed verdedigd. Door Draper. Dan kan de voorn helemaal naar de basket. Mooie bal. Ja, prachtige bal daar. Time-out, denk ik. Time-out daar. Even de herhaling voor u. En dan zijn we zo bij u terug. Dat was even een kleine run dus voor Leiden. Mede dankzij Jesse Voren. 8 punten staat de Leidenaars voor. Mannen van Paul Vervaak en Richard Dennels. Hier zo met 3/4 van het 3/4 achter de rug. Averink voor B.S. Weert. Schotklok is afgelopen, moet snel een actie worden gemaakt. En wat voor één. Oeh, prima vrijgekomen naar een side. Daar moest Jan Driessen ingrijpen, dat had effect. Dat was een maakbaar balletje daar, voor Weert. Keer op keer kan de bal toch gemakkelijk daar in de paint komen. Jansen, ja, nog niet echt in het spel voorgekomen. Zijn contract was afgelopen. Maar Leiden toch besloten om hem opnieuw een aanbod te doen en er met hem uit te komen. Speler die natuurlijk al aardig wat jaren en kilometers op zijn teller heeft staan. Averink. Nee, die ballen vallen niet. Ja. Hij kan qua driepunten enorm uit zijn sloffen schieten. Maar deze lijken toch net een tandje te ver en een tandje te veel verdedigd. En dan is het toch meer gooien dan schieten wat hij lijkt te doen. Waardoor de ballen een soort van dood op de ring vallen. En dan lukt het gewoon even niet voor Averink. Even de stats actualiseren voor u. Op mijn eigen schermpje om daar nog wat over te vertellen, Averink. Hadden wij het over Kasper, nummer 3 van Beert. Staat 2 punten achter rebounds en 8 assists. Dus ja, had gewoon een zeer spraakmakende, als hij op schot was geweest, triple-double kunnen nastreven. 10 rebounds, 10 assists kan nog wel lukken. Schotje weer van Jansen. Ja, het is een play waar Leiden nu vrij vaak naartoe gaat. Maar of dat nou echt de play is waar je het van moet hebben, structureel lijkt mij op zich niet. Maar goed, ook wel een jaar voor zeker een speler als Jan Driessen om dan te laten zien. Zit toch al een tijdje bij de ploeg. Flink begeleid door Eddie Kasteels. Om dan echt als rotatiespeler nu samen met Floris Verstegen ook iedere wedstrijd te manifesteren. En natuurlijk ook vooral goede dingen te laten zien in de verdediging. Ja, veel te makkelijk weer die bal inside. Weer een score van Weert. Ja. Zullen zij helemaal niet ongelukkig mee zijn dan Rozemuller. Ze hangen er gewoon nog steeds in. Ja, je voelt niet dat zij op zich de power zouden hebben voor een run. Maar je komt Leiden goed weg lijkt het. Huts kluts, want geen pace, geen niks, geen terugspelen, helemaal niks. Pijn aan stiel voor Weert, maar Leiden heeft de bal. Ja, airball, 3 punten van voren die
dacht ik wat even de held van deze fase door de meubelen te redden, zoals ze in Vlaanderen zouden zeggen, om na die hutsklutsch situatie opeens met een driepunter te komen. Ging niet door. Lage schotpercentages aan beide kanten maken dit een wedstrijd waar het publiek niet echt meeleeft. Leiden schiet slechts 35% en Weert ietsjes minder slecht, 38%, omdat zij 3 schoten minder nemen. En verder hebben ze allebei evenveel schoten geraakt. Zelfs Weert 1 field goal meer. Dus Leiden heeft dan toch de voorsprong door meer vrije worpen, hoewel er daar ook heel veel van gemist werden. En misschien 1 of 2 driepunters meer, want een field goal kan natuurlijk een 2 of een 3 zijn, u weet dat. Terwijl het derde kwart bijna afgelopen is, 19 seconden op de schotklok. En als die helemaal worden afgemaakt, dan hebben we er nog 19 over. Die zijn dan voor Leiden. Maar het loopt anders. Een steal en een steal. Nee, ja, een hele goede steal daar volgens mij van Jan Driessen. En in de ploeg gehouden voor Leiden. Prima, prima. En dan is het Jansen. Kijken hoe het balletje rondgaat. Ja, wordt wel iets te veel gedribbeld. Ja, tegen Rotterdam ging de bal lekker rond. Er werd uitstekend gepaast. Echt een passing game die Leiden daar liet zien. Lukt vandaag een stuk minder. Ja, misschien heeft Rotterdam, heeft Weert daar ook gewoon uitstekend op gescout. Beelden zijn allemaal beschikbaar natuurlijk via de livestreams en ook via de server van de Dutch Basketball League. Terwijl één supporter van Weert de vrije worp schutter niet van slag kan brengen, Jesse Vorn. Want hij maakt hem gewoon, Leiden op plus 7 en als het plus 8 wordt zijn we eigenlijk weer terug bij het verschil van in de rust. En dat zijn wij nu en dan zijn die laatste 24 seconden voor Weert normaal gezien. Zullen de klok misschien wat melken? Hebben ze dat door? Denk ik niet. Naar de basket gegaan. Uitstekend gedrived. Ja, ga er dan ook vol in. Dan krijg je misschien een payback. Nu heeft Leiden nog een prima kans. Er is nog tijd zat. Nu nog 2 seconden. Nu moet er een heel ver schot komen van Jansen. En dat lukt dan niet. Wij zijn over 2 minuten bij u terug. Vierde periode ga ik even voor u in beeld zetten. Er zit weer een knopje voor natuurlijk, als ik dat kan vinden. En ziet u dat we nu in het vierde kwart zitten hier in Leiden. Geen score daar voor Weert. Leiden kan overnemen.
gelijkspel dus in het derde kwart. En eigenlijk ook in het eerste dat won Leiden met slechts 1 punt. En ze wonnen het tweede kwart met 7 punten. Al met al nu 8 punten voor aan het begin van het vierde. Jansen was er eigenlijk al, maar Koos toch de goede optie. Dan zou je kunnen zeggen, want hij paast helemaal naar buiten. En dan gaat gewoon die 3 punten erin van Casimir Wright, die een aardige wedstrijd speelt. Als een van de weinigen. In ieder geval aan de kant van Leiden. Bij Weert zijn het vooral mannen zoals Halman met 13 punten. En ook Eduardo met 8 punten en 7 rebounds die de show stelen. Ik weet niet of er al aangifte is gedaan, maar de show wordt af en toe gewoon gestolen. Door de mannen met de witte shirts. Weert met het balbezit. Hij is weer aan. Averink. Eduardo. Daar, Rozemelk, nummer 13. Bal ingeleverd door Weert. Ja, publiek moet er misschien ook nog even in komen. Nieuw seizoen. Wat nieuwe gezichten natuurlijk ook. Draper voor en onder andere. En wat jeugdspelers. En ook natuurlijk een nieuwe coach bij Leiden. Dat is bij Weert ook zo. Daar gaat Jan Driessen. Ja, ik... En het kan ook wel eens handig zijn hoor. Als je die lichaamsbeweging en die motoriek hebt. En die lengte van Jan. Ik moet in eerste instantie altijd aan de Pink Panther denken. En aan tweede instantie. En dat is nog mooier misschien. Ook wel een beetje aan Tony Kukoc. Die had volgens mij ook die bijnaam. Man groot geworden bij Jugoplastica Split. En geëindigd bij de Chicago Bulls. Tony Kukoc. Geen vriend bepaald van Scottie Pippen. Toen Jordan eventjes een paar jaartjes eruit was. Of wat was het, dikke jaar. Toen dacht Pippen dat hij overal en altijd de man was. Maar Kukoc kreeg ook nog wel eens de bal. En dat vond Scottie Pippen niet altijd even leuk. Tony Kukoc doet mij een klein beetje denken. Als ik naar Jan Driessen kijk bij Leiden. En dan gaat Kerazi. Die bal moet daarin. Rolt er ook in. Ja. Ja, Leiden werkt aan de score. Nu opeens plus 13. Begon met een plus 8 aan dit kwart. Weert moeite nu om tot punten te komen. En levert ook wat vaker de bal in dan in eerdere fases. Schotje. Helemaal over de ring heen geschoten. Alle punten kwijt, zeiden wij dan vroeger op het pleintje. Als je een soort van airball schoot. Dan raakte deze bal nog wel iets, maar niet de ring. En aan de andere kant gooit Leiden de bal zomaar weg. Doen ze niet zo heel vaak deze wedstrijd, maar ja. Ze willen graag snel spelen, komt er vandaag eigenlijk nog niet uit. Het begint natuurlijk ook met rebounden als je snel wil spelen. En ook in de rebound geeft Weert gewoon prima partij. Ze kan Leiden niet echt gaan rennen. Nog niet helemaal het spelletje dus spelen wat coach Paul van Vaak graag wil zien. We zien wel dat Leiden 7 keer balverlies heeft en Weert 17. Schotje daar voor voren valt niet. Biekman betwiste daar de rebound. Hij is erin gekomen. Lerato Biekman, de nummer 15. Die bal zag ik eigenlijk wel inzeilen. Voor Weert lukte niet. Ja, Biekman heel erg jong nog. En uitstekend basketballichaam. Enorme schouders. Ja, zo hebben we ook nog onder andere Calvin Polina. Man van 2 meter. En ook met mooie massa op de botten. Hele jonge speler ook nog. Ook hij zit bij de ploeg. Bijna Biekman bereikt daardoor voor. Het lukte net niet. Leiden toch de bal kwijt. Blijft rommelig. Ja, schotpercentage Leiden onder de 35. Weert op 36. En hier is een time-out. We zijn zo weer bij u terug.
terug bij de wedstrijd hier in 5 mei hal. Boshuizerlaan, Leiden Zuidwest. Kan er nog een ultieme dus lopen? Ja, een ultieme push komen daar bij een prachtige Dream Shake à la Hakim. The Dream, Olajuwon. De man uit Nigeria die op een gegeven moment maar een extra H bij zijn voornaam plakte. Zodat het een hele mooie betekenis kreeg. Vanuit de islamitische leerwijze, zou je kunnen zeggen. Hakim center met geweldig voetenwerk. Jumpertje gemist daardoor. Krazi die veel schoten neemt, ook wel aardig tweede helft speelt. En van heel ver Roger Jans gaat erin. Scoort hem gewoon. Ja, niks op aan te merken natuurlijk. En nu toch een wat geflatteerde plus 16, omdat Weert helemaal is stilgevallen. Erg veel moeite om tot punten te komen. Daar dubbelteamen geprobeerd. En redelijk effectief ook. Ja, de nieuwe man bij Leiden, de Amerikaanse aanwinster Draper. Een bleke wedstrijd en staat momenteel ook niet in het veld. Te laat denk ik, die bal van Averink. Telt dus ook niet mee voor zijn schotpercentage. En even wat onrust daar op het veld. Versteeg. Kijken naar het schotpercentage van Averink. Ja, 1 op 10. Denk 1 op 11 inmiddels, omdat de scouting altijd ietsjes achterloopt. Ja, verder wel 1 aanvallen en 9 verdedigende rebounds. 10 rebounds maar liefst voor Averink. 8 assists, maar ook 5 keer balverlies. Ook wel wat te veel. Maar goed, hij speelt en veel minuten en moet ook veel opknappen vanaf die moeilijke point guard positie. Verder zien we een mooie plus 21 in de tijd dat Cashmere Wright in het veld staat. Je kan zeggen dat hij wel de man of the match is bij Leiden, maar is wel een beetje in het land der blinden. Net de bal daar van Kerazi. Ja, dit is een beetje wat we soort van verwacht hadden. Dat dan zo'n vierde kwart net wat te lang is voor de toch wel moe gestreden mannen. Dus uitweert inmiddels. Nog even kijken naar de foutenlast. Er is nog een mannetje bijgekomen met 3 P's bij Weert. De nummer 10 bij Leiden. Jansen met 3 P's. Dat is ook Kerazi. Terwijl Eduardo nog maar gescoord. En daar gaat aan de andere kant alweer Kerazi. Jansen, Kerazi, ja, gaat hem posten. Ja, goed doorgepast naar Versteeg uit het hoekje. Heerlijke bal. Lekker aanvallen van Leiden. Ja, dit is het basketbal wat ze dus willen spelen. Ja, geflatteerd mag je misschien toch wel zeggen. Maar het is opeens een plus 19. Publiek gaat er eindelijk achter staan. En het Leiden rolt pas voor de eerste keer zo'n beetje deze avond van de tribunes. Spotje daar van, net de bal. Jules, zijn voornaam had ik nog even niet praat. Die hoor ik nu, dankjewel, speaker. Nummer 7 dus van Weert. Maakt daar de bal. En dat is Jules Schild. Zij die als ze scoren deze wedstrijd. Biekman scoort. Lekker paasje. Ja. Het is de befaamde Johan Cruijffiaanse geitenkaas. Gatenkaas dus hier in de 5 mei al op de vloer. Makkelijke scores aan beide kanten. Paasje inside. Goede fake daar. Ja, dat blok. Maar de P was al gemaakt door Biekman, schat ik zo. Ik denk dat hij hem gaat krijgen. En voor vaak heeft zijn Colbertje maar uitgetrokken. Het is hierboven alweer een gaatje op 35,5. Dus ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ja, voor vaak die ook veel samenwerkt in België met Eddie Casteels, de voormalige coach van Leiden. En Casteels die met 5 winstpartijen zijn ja, dan noemen ze het ook Lions. De Belgian Lions naar het EK Leiden, waar Nederland dus helaas zal ontbreken volgend jaar in Finland, Turkije, Roemenië. En wat hebben we nog? Israël. Ja, Israël. Eurobasket 2017. Mocht u het met een vakantie combineren, doe dat. Want het is prachtig basketbal, allemaal NBA-sterren. Om dat eens te bekijken. Leiden met de bal, dus plus 17 inmiddels. Jansen, zijn running mate, Cashmere Wright, gaat niet voor het schot. Wordt daar een soort van afgeblokt. Leiden houdt wel de bal als protest. Ook van de coach. Een beetje vuur erin, daar hou ik wel van. Even overleg tussen de scheidsrechters. En ja, call omgedraaid. Ja, bal is voor Weert.
scheidsrechters even bij elkaar gedoublecheckt. Teamwork, zo hoort dat. Ja, geconstateerd dat die bal toch dus voor wie het was. Maar ze gooien hem aan de andere kant ook wel meteen weer weg. Jansen daar. Even klem gezet. Dat weet hij wel op te lossen. De veteraan, zo mag je hem toch inmiddels wel noemen. In ieder geval zeer ervaren speler. Daar is Draper. Kijken of dat hij nog wat kan doen. Die kenmerkende wat gebogen houding. En ja, lastig schotje. Ja. Zet dan ook niet echt door. Stopt dan halverwege. Ja, geen positie voor je rebound. Geen positie om een P te krijgen. En maakt dan nu zelfs wel een. Ja, die calls, scheidsrechter, die moet je echt gewoon niet fluiten. Die moet je gewoon laten lopen. Want dat maakt het spel zoveel leuker om te kijken. Geen enkele reden om daar die P te fluiten wat mij betreft. Maar goed, Draper verdient het wel een heel klein beetje. Want hij speelt gewoon nog niet echt lekker. Dus even kijken naar zijn schotpercentage ondertussen. Ja, 3 op 11 denk ik. Zo inmiddels 7 puntjes. Wel 6 rebounds. 2 steals voor Davian Draper. Maar goed, eerste jaren net het college. Jonge speler nog, ook pas net in de 20. Kan en moet nog een hoop leren. En natuurlijk ook het leven hier in Europa. En ook de stijl van basketbal. En blijft dan opvallend. Dat lees je vaak in interviews met jonge Amerikanen. Dat ze zeggen, het is zo fysiek en het is zo snel. En mensen denken dan, hey, maar in Amerika is toch ook alles heel fysiek en snel. Maar vergeet u niet dat je op college ook gewoon speelt tegen jongens van een jaar of 19, 20 slechts. En dat de schotklok daar ook 30 seconden is. Volgens mij was het 35. Ik dacht dat het inmiddels 30 was, maar zeker geen 24. En dat is toch een heel verschil. En daar gaat Versteeg. Jammer, daar had natuurlijk een lekkere dunk in gezeten. Maar goed. Maar even terugkijken. De balletje was een prima paas van Cashmere White. Die zag het daar splijtende paas. En de dunk voorkomen daar. Door Daan Rozemuller ten koste van een persoonlijke fout. Niemand nog op 4 pace. Past ook niet echt bij deze wedstrijd. Maar toch wel een aardig kerstboompje bij Weert. Met het totaal aantal pace. 5, 7, 10... 13, 16 pace. Nou, valt op zich wel mee over bijna 4 kwarten. Want dit kwart is zo hard gegaan. Weert komt eigenlijk nauwelijks op de vrije worplijn. En daarom gaat deze wedstrijd ook zo vlot. Vrij vlotte wedstrijd binnen de 1 uur en 3 kwartier. Zal zeker lukken. Tenzij er nog een wonder gebeurt en er 16 punten worden goed gemaakt in 2 minuten. En we overtime zouden krijgen. Het is wel eens gebeurd, mensen. Eerlijk waar. Ja, en daar hebben we dan de 3 punten voor. Ja. En die helpt dan natuurlijk altijd. Blijft u weer verder naar deze wedstrijd nog even bij ons hangen. Wij laten u dan nog 1 keer alle hoogtepunten zien van de hele avond. Die hebben we allemaal netjes op een rijtje gezet. En ook tussendoor al wat flarden afgespeeld. Daar gaat de Wright, paasje naar Draper. Die durft denk ik niet meer. Nou, gewoon een balletje laten gaan. Marijn Ververs is erin gekomen. Nummer 12. U zag hem daar even. Schotje voor Kerazi. Weer te kort natuurlijk. En ook, dat is Versteeg. Nou, Cashmere White gaat het nog even goed opzetten. Heel even op, eigenlijk in één fase is het publiek even erachter gaan staan. Nu ook nog even één roepje, maar ook hier zal denk ik het aftellen. En het gaat staan als je voor Leiden bent, niet komen. En dat is toch wel zeer verrassend, want de trouwe fans doen dat eigenlijk bijna altijd. Ze zien er blijkbaar geen reden nog toe. Schotje daar vanaf de baseline, rebound gepakt. Uitstekend daar ruimte gemaakt voor zichzelf. De man van Weert. Alman was dat, neem ik aan. Nummer 11. En Hassel. Hard werken daar van Eduardo. Sim Willems komt erin. Ja, gebogen hoofd, lichaamstaal. Het zit soms ook gewoon een beetje in je houding. Dat betekent niet altijd zoveel. Maar dat hoofdje naar beneden. Ook de bank niet langslopen voor een high five. Niet een high five gaan halen bij je teamgenoten. Davian Draper. Geen doodvogeltje, maar toch ook zeker geen top fit vogeltje momenteel zoals hij rondliep deze avond. Zal er wat meer uit moeten komen zo in de komende weken. Er is natuurlijk nog tijd. Aan de andere kant een leuke krachtmeting meteen toch wel over een week. El Clasico hier in Leiden. Zorg en zekerheid tegen Shooters Den Bosch. Calvin Paulina ook, hij krijgt speeltijd. Banken loopt leeg bij Leiden nu ze dus die 13 punten voorstaan. En er werd gezegd de 20 gaat Leiden waarschijnlijk niet halen. Nog 1 minuut te gaan. Leiden zal nog ongeveer 2 aanvallen hebben. En dan is het afgelopen. De wedstrijd die gekenmerkt werd toch door zeer, zeer matige schotpercentages. Ook vanaf de vrije worplijn. Maar uiteindelijk natuurlijk toch wel een verdiende overwinning van Leiden. De basis werd gelegd in het tweede kwart en afgemaakt in het vierde. Ja, Weert gewoon keurig netjes met de bal. Kijken of ze nog een mooie aanval kunnen neerzetten. En dan Kerazi daar
deze fouten gaat men in ieder geval in bepaalde leagues toch met een onsportieve beoordelen. Hier nog even niet. Blijft altijd lastig waar je die grens dan precies legt. Wat moet je dan precies doen op welk moment? Maar in principe dat soort stopfouten gaan zwaarder bestraft worden. Laten we hopen dat dat in de DBL die uiteindelijk toch gewoon onder FIBA-regels speelt. Dat hier ook gaat gebeuren. Balletje inside nog even. Ja, keurig lay-upje. Ja, gewoon heel goed fundamenteel uitgevoerd. Ja, en dan is het 11 punten slechts. Het verschil, ja, natuurlijk keurig netjes gedaan van Weert. Complimenten aan hen. Een matig leiden nog. Het seizoen is nog lang. Het is nog vroeg. Parijs is nog ver, mensen. Wij gaan zo muziek weer even dimmen en nu de hoogtepunten laten zien van deze wedstrijd. Dit was Leiden, als u niet meer bij ons bent. Mijn naam is Arie in het veld voor Zorg en Zekerheid Leiden. Leiden wint 64-53.